Hallo allemaal, daar zijn we weer. Welkom bij een nieuw vlogje. We zijn weer in Amsterdam, gaan we even wat onderhoud doen. We zijn vlak bij de Dappermarkt. Dat is altijd leuk in Amsterdam. We gaan nu achter onderhoud doen, dus we moeten door het huis heen. Dus gaan we nu doen. Alessio is al lekker aan het snoeien. Hij ziet hier, staat genoeg onkruid in de bestrating. Dus gaan we even bos maaien. Met het hele glindig plukken. En snoeien. Maar het is een prachtig weertje. Dus Alessio is weer lekker met zijn nieuwe apparaatje bezig. We zijn hier in een binnentuintje in Amsterdam. Daar doen wij altijd onderhoud. Zoals je ziet hebben we hier een hedrahaag. Als je nou een hedrahaag terugknipt, wees dan niet bang om hem goed terug te snoeien. Dus niet alleen de sprietjes eraf te halen, maar echt goed in het, tegen het stammetje aansnoeien. Dan zorg je ervoor dat hij niet gigantisch explodeert qua grootte. Dus daar hou je hem eigenlijk een beetje in toom. En groeien doet hij toch wel. Ik ga weer verder. Nou, ik ga zo direct die bestrating even bosmaaien. Maar wat je dan echt moet doen is de grotere onkruiden gewoon met het handje pakken. Trek je de wortel en al er echt uit. Nou, deze toevallig niet. Dat zul je net zien. Maar die grote, ga dan niet met de bosmaaier overheen. Dan blijft die groeien. En dan krijg je zo direct een enorme dikke stam. Dus die trekken we gewoon. Brandneteltje. Even met het handje eruit. Wortel en al. Uh-oh, het is hommelus. Zit hier een hommelnest? Of nesten, misschien wel? Ja, ik denk dat één nest is. Met meerdere ingangen. Kijk, ga daar erin. Wat is die? Dus het verkeerde gat, vriend. Zet ik hem hier neer. Kom eens aan, hoor. Dammers. Kijk dat, jongen. Ze gaan in die. Kijk. Ja. Happy doen. Ja. Oh. Nou, achterin hebben we al helemaal geplukt, gesnoeid, gebosmaaid, geblazen. Nu lekker hier verder. Genoeg te plukken. Daar nog een mooi veldje zeuvelblad. Dat zijn de uitlopers van die S-doren, die Acer die hier achter staat. Het zijn dus al die helikoptertjes. Je ziet hier nog een restje ervan. Die lopen hier lekker uit in het grind. Dus dat is wel een lekker klusje. Klaar?
Ja. Klaar. Nou, zitten we op. Gesnoeid, geplukt, gebosmaard. Hier ook. Ja. Toppie. En naar de volgende. Even dakterrasje. Ja, dakterrasje. Even lekker visje halen. Dappermarkt. Staat hier. Hier ook. Hallo! Hallo! 2 kilo sinaas! 2,50! Op naar de volgende! Dakterrasje toch? Ja. Moet het trappetje op ook nog? We zijn hier op het dakterrasje aan het plukken. Dat is wel grappig. Zeker. Het is gewoon wilde bieslook. In een deuk. Als je het nu zou ruiken, dan zou je echt... Ja, wat zou je eigenlijk? Weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het een uikweker zit. Nou, het ruikt op zich heerlijk. Een tatje omhoog met ui. Zou het mee kunnen nemen naar huis? Ja, zeker. Voor het avondeten. Nou, we gaan in het najaar doen we hier ook altijd onderhoud. Ja, het is een dakterras. Dus we kunnen die tegels eventjes eruit halen en dan halen we in het najaar even alle bolletjes eruit. De bieslook. Erco, een en al luxe hier jongen bij Sebastiani. Toch? Nee, we hebben een lekker werkdag gehad. Na een werkdagje gaan wij altijd zo snel mogelijk kantoor weer op. Dus we proberen altijd tussen 4 en 5 een beetje terug te zijn. Dan hebben we nog een klein beetje energie om de administratie bij te werken, zoals facturen, offertes en mailtjes en dat soort dingen. Dus we doen echt alles zelf. Dus het kan soms ook even duren dat je. Of kan wat langer duren voordat je een antwoord hebt op een mailtje of wat dan ook. Dat gaan we nu even lekker doen. Zeg, als het doorgaat met de aanvragen, dan zitten we nog wel even. Dat is wel druk voor deze periode. Mooi toch? Ja. Dat je leuke klussen doen. Ja. Hey, even bestellen. Zeg even wat je wil hebben. Ik wil. Laurier moet je hebben. 14 schoenlappersplantjes. Nee, ik ben even bij het begin en beginnen. Laurier. Laurier voor bij Mark. Ja, 1 laurier, 2 meter hoog. 14 stuks voor mij. Welke, die donkere bladeren of de gewone? Gewoon de lichte. Groene. Groene. Dan wou jij nog heuger hebben. En 15 pergenia. Tot ziens allemaal. Volgende keer.